De werkzaamheden aan de A59 zijn opnieuw uitgesteld. Rijkswaterstaat zou dit weekend onderhoud uitvoeren tussen knooppunt Hooipolder en Heusden, maar vanwege de slechte weersvoorspellingen gaat het wederom niet door. De snelweg is dus gewoon open. Het is al de derde keer dat regen de plannen van Rijkswaterstaat dwarsboomt. Nieuw asfalt kan namelijk alleen worden aangelegd als het droog is.